Musica, een wekelijks popprogramma waarin aandacht wordt besteed aan Caribbean music, soul, blues, jazz en niet te vergeten funk. Com Musica, een productie van Anton van Kaan. Goedemiddag toegewenst luisteraars bij SEK Radio. Dit is dan weer het wekelijks Caribisch getinte popprogramma Com Musica. Vandaag staat helemaal in teken van de zanger Max Nijman. Voor velen van u wellicht geen onbekende, maar voor een hele hoop mensen misschien wel. En daarom vanmiddag een heel uur muziek en interviews met Max Nijman. Chino Sanjarusu Treficandu Sanjarusu Treficandu Mi love you Sami do so diekele Sami do so diekele Sami do so diekele Sami do so diekele Jarusuma Muzika op zondag. Thank you.
dentache mi moluku bu na mi yulo bi mi no mu denki na he wa wa na libase peye hori mi basi mi brasa mi siti mi ol mi dame ki mi gowe mi Horimi van de zanger Max Nijman. Max Nijman die onlangs met een nieuwe productie ook weer op de markt kwam. En vandaar dat ik hem ook heb uitgenodigd om hier in het programma Comusica aanwezig te zijn. Hartelijk welkom Max Nijman. Ja. Max, je zingt al een heel aantal jaartjes. Je hebt verschillende platen uitgebracht, waaronder Horimi die we net hoorden. Ik kan me ook nog een nummer herinneren, Sranang. Inamine Mutte, ja, ja. Allemaal heel bekend op feesten en dergelijke, ja. Waarop gedanst wordt. En je bent ook componist. Dat zegt men, ja, ik weet niet. Nou, ik weet althans dat je een aantal nummers zelf ook schrijft. Ja, dat klopt. En dat je al vrij lang toch in de muziek zit. Ja, hoe lang het al geleden is. Ik heb altijd wel de naam Max Nijman in een of ander verband met muziek vanuit Suriname gehoord. Om precies te zijn, ruim 30 jaar ben ik al in de muziekwereld, showbusiness om zo te zeggen. Ja, en heb je ook diverse songs gemaakt, hè? Want, ja. Nou, vertel er zelf het over. Ja, dat klopt. Ik heb verschillende liederen zelf geschreven. En, teksten en melodie en... In samenwerking met Stan Lockin, die arrangeert verder dan. In overleg met mij. En het gaat goed. Het gaat ontzettend goed dan, om het zo te zeggen. Je hebt een vaste samenwerking met Stan Lockin wanneer het om jouw composities gaat. Die overgezet worden in muziek. Ja, dat doe je dan. Ik zei net al dat er een nieuwe productie van Max Nijman uit is. En ik meen dat de titel Eximpri Fu Bronchi is, hè? Ja, dat klopt. Je hebt ook een nummer op, er staan vier nummers op overigens. Ja, ja. Er staat één nummer op wat ik wel leuk vond, was het nummer Jacko. Ik wil even voorstellen dat we er eerst even naar gaan luisteren. Jacko Chamina. Chami
Maxi vertelde, voordat we dit interview gingen houden, hebben we een aantal dingen doorgesproken. Ik gaf het al aan, Max Nijman, hij zingt niet alleen Casseco, maar ook ballads, soulnummers ook. Je hebt ook met diverse mensen samengewerkt in het verleden in Suriname. Hè? Ik hoorde je iets vertellen over Brooke Benton en zo, Mighty Sparrow. Zouden we het niet over willen vertellen? Dat klopt, inderdaad. Ik heb samengewerkt met Johnny Nash en Brooke Benton, Mighty Sparrow, Garnet Mims, Wilson Pickett, Doris Troy, Barbara Lynn, noem maar op. Dat betekent ook dat je regelmatig, denk ik, toen de tijd, toen je nog in Suriname woonde. Mm-hmm. Je zit alweer vrij lang in Nederland, dacht ik, hè? Ja, 20 jaar. Ja, dat je ook natuurlijk buiten Suriname veel bent opgetreden. Ja, dat klopt. Ik heb in Trinidad opgetreden, Curaçao en Aruba. Dat zijn de plaatsen. Barbados ben ik ook geweest, ja. En dat was op uitnodiging meestal? Op uitnodiging, inderdaad. Van verschillende artiesten, zoals Sparrow zelf. Ja. Ik kreeg die uitnodiging naar Trinidad van Sparrow. En van daaruit kreeg ik weer een uitnodiging naar Barbados. Ja, zo gaat het. Ja. Nu is het ook zo dat... ik moet zelf even eerlijkheidshalve zeggen, luisteraars. Als u op dit moment naar Comusica luistert. Dat Max Nijman vind ik... Ja, een zanger die ik persoonlijk ook heel erg bewonder. Niet alleen om het simpele feit dat hij zingt, maar omdat ik ook meestal vind dat hij echt iets te zeggen heeft in zijn teksten. En dat, nou, de muziek is altijd gewoon heel erg af, hè. Nu vertelde je al, je werkt nauw samen met Stan Lockin. Ja. Is er een bepaalde vaste begeleidingsband waar je mee werkt? Want ik kan me herinneren dat je in het verleden bijvoorbeeld ook met de Happy Boys, de voorgangers van de huidige Travassie, mm-hmm. veel gewerkt hebt. Met de Happy Boys als orkest niet. Met bepaalde leden van de Happy Boys, zoals Harold Biervliet. En die drummer heb ik ook wel eens mee gewerkt. Hè. En of kort gezegd, ik probeer altijd een bepaalde sound te krijgen. En ik heb bepaalde muzikanten. Die dan voldoen aan ja, datgene wat ik wil. En dan denk ik aan Glenn Gadam. En als keyboardman, schitterend. En Mitchell Callender als bassist. En dan heb ik vaak ook Harold Biervliet als gitarist. De laatste keer was hij bezet, kon hij niet meedoen. Heb ik een andere gitarist gehad. Die heeft het ook uitstekend gedaan, hoor, ja. Danny van. Ja, dus zo doe ik dat. Ja, nu is het ook zo dat, wat ik al zei, hè, van, je schrijft en zingt heel veel nummers in het Surinaams ook. Omdat dat in feite je moedertaal is. Ja. En waarin je ook heel goed kunt uitdrukken, ja, denk ik. Ja, ja. Maar je hebt ook veel Engelstalige dingen gedaan. Want dat je klopt. Vertelde al met Brooke Benton. Ja. Heb je, nou, die kwam in Suriname toen de tijd, ja, hè? En die vroeg je ook mee, ga met me mee zo. Ja, ja. En dan denk ik, ja, dan is Max Nijman natuurlijk op de eerste plaats een hele goede zanger, want anders zeggen dat soort mensen dat niet. Dat betekent ook, en ik weet dat je zelf heel bescheiden daarover bent, hoor. Ja. Maar dat betekent natuurlijk ook dus dat je op een gegeven moment ook qua repertoire wat verder gaat zoeken, hè? Wat zou ik nog meer kunnen gaan zingen? Nu was het zo dat, je hebt ook gewerkt met Imro... Wilkins, ja. De vroege bassist van de Twinkelstars van Oscar Harris. En die heeft een heel mooi nummer voor je geschreven toen. Ja, en dat is getiteld Whisper Sweet Words. You're the sweetest.
thing I've seen. You're the dearest thing I ever had. Whisper sweet words in my ear, and I might come over. Take my hand and I'll take yours, and lead me to your paradise. Won't you open up your door? Then we both realize that you're the sweetest thing I've seen. You're the dearest thing I ever had. Whisper sweet words in my ear, and I might come over. Wat ik al zei, trouwens, was een heel mooi nummer, Max. Whisper Sweet Words. Die is speciaal voor jou geschreven, hè, door Imro. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nu is het ook zo dat, wat ik al zei, je zingt verschillende stijlen. Ik kan me één hele grote hit van je herinneren. In die zin hit van, ik hoorde hem ook overal. Mm. Iedereen kende het, dat was het nummer Ine Mine Mutte. Ja. En ik me afvraag, wie is nou Ine Mine, hè? Dat is een goede vraag, maar ik heb geen goed antwoord voor. Nee. Maar kan je er wat over vertellen? Want ik kan me herinneren dat die plaat vreselijk populair was op feestjes en dergelijke. Inderdaad, tot nu toe is het populair. Overal waar ik kom, waar ik speel, dan wordt gewoon gevraagd naar het nummer. Van, joh, doe Ine Mine Mutte. Dan is het 2-3 keer op een avond, op dezelfde avond, dat je dan Ine Mine Mutte moet doen. Ik weet niet waaraan het ligt, maar ja, ze vinden het hartstikke leuk. En die plaat wordt toen nog te goed verkocht. Het is al ruim 10 jaar, maar de verkoop die gaat door. Ja, is in feite Max Nijman Nederlandstalig? Ja, zo zou je het ook kunnen noemen, ja. Of was het een beetje... Was het als een grap bedoeld trouwens, in de middenmunten toen de tijd? Of? Nou, nee. Nee, ik... dacht... een Nederlands publiek, om die ook een beetje te kunnen bereiken... is het altijd goed om met zoiets te komen. Kijk, je kan met een, wat men noemt, een smart lab. Nou, in Amerikaans zeggen ze soul. Precies hetzelfde hoor, smart labberij en soul nummers. Ik zou zoiets kunnen doen, heb ik ook gedaan, maar waarschijnlijk heb je die niet. Een lied van Sonja heet die.
echte Nederlands liedje. Mm-hmm. En die is ook heel goed ingeslagen bij de Nederlandse bevolking. Ja. Trouwens ook bepaalde Surinaamse nummers ook. En dat doe je wel bewust? Ik bedoel dat je zo'n specifiek nummer uitzoekt of hoe gaat het in zijn werk? Dat was wel bewust, ja. Dat heb ik wel bewust gedaan. Mm-hmm. Ik dacht, nou ja, laat maar even iets doen. Weet je wat het is? Ik hoor vaak in mijn werkkring, en dan bedoel ik hiermee niet de muziek hoor, want daarnaast ben ik ook elektromonteur van beroep en ik vind het ook heerlijk om te doen. Ik krijg ook een kick van, nadat ze het van de muziek krijgen. Ja, maar in die kringen, dan hoor je steeds van collega's, Hollanders bedoel ik dan, van, hey, Max, die Surinaamse muziek van jullie, hè? Het is een en al die tamtam en het gedreun. Ik zeg, ja, maar dat is niet waar. Hè? Er zijn ook andere Surinaamse nummers, hè, die in de vorm van een ballade gezongen worden. Destijds wisten ze nog niet dat ik ook zong op mijn werk. Hè? Want ik loop niet mee te koop. Nee. Maar goed, ze hebben via de organisatie van Boek en Plaat, hè, ken je misschien, ja. Die nemen dan een aantal platen bij een platenmaatschappij en dan verkopen ze het goedkoper voor hun leden en zo. Nou, en die hadden die LP van mij bij Dureco genomen, 10.000 stuks. Dus zodoende een foto van mij kwam in het blaadje van de boekenclub. En dat hadden ze gezien. En, dat zijn mijn collega's. Juist, en toen kwamen ze op en zeiden, hey, kijk eens, jij bent het, je bent. Ik zeg, ja. Nou, hebben ze allemaal die plaat gekocht. Nou, ik zag haar alleen in mijn straatje lopen. Ik vroeg haar meteen of ik mee mocht lopen. Sonja, oh Sonja. Ze nam me mee naar haar huis daarboven. Toen ik haar zei, ik wil jou verloven, Sonja. Oh, Sonja. Ik trouwde haar en nam er mee naar huis toe. En dacht, ach ja, dit is toch onze dood toe, Sonja. Zo lief voor mij en alles ging zo fijn tot die dag toen ze me zei: ik heb een ander nou en die is beter dan jou. Gast van vanmiddag, Max Nijman. Hier bij Comusica, bij SCK Radio, iedere zondag tussen 4 en 5 uur. Het nummer Nederlandstalig, Sonja. Max Nijman, jij hebt ook meegewerkt aan die plaat die onlangs verschenen is van de Surinaamse artiesten, Midreng. Ja, ja, ja. In verband met de hulpactie voor Suriname, hè? Ja, inderdaad. Nou, is door de platenmaatschappij en dat had ook nog iets te maken geloof ik met de clip. Hè. Het is een groot opgezet project. Ja, zeker. Waar diverse organisaties aan meegewerkt hebben ook. Trouwens Giro 999. Voor het geval u op een of andere wijze nog uw bijdrage wilt storten. Dit nummer is opgepikt, hè, ook door Hilversum. Het wordt fel gedraaid op de radio. Het staat zelfs in de hitparade, geloof ik, op dit moment. Inderdaad. Kortom, promotie ook voor de Surinaamse artiesten in het algemeen. Jij hebt zelf ook heel veel nummers over Suriname geschreven, kan ik me herinneren. Mm-hmm. Ja. Dingen als Adjossi. Nou, dat was dan weer anders, maar ja.
Een heel bekend nummer van jou was Sranang. Sranang, inderdaad. Hoe kwam je tot die tekst en uit welke periode is het ongeveer? Dat is, dat was in 68. Nee, 65. 1965. 1965, ja. Dat is een van je eerste platen. Ja, dat is mijn allereerste plaat, inderdaad. Ja. Maar toen had ik het opgenomen met een gedeelte van het orkest van Mighty Sparrow. Dus die pianist van Sparrow en die drummer, die bassist en die gitarist. En dat was de eerste opname. Maar zoals het nu staat op Katibu, helemaal in orkestvorm. Dat is naderhand gearrangeerd door Stan Lockin. Ja. Hai strana, mi muove sui di condre. Hai mi love you su te. Te mi tenavo. Van Max Nijman, die vandaag hier te gast is bij het programma Comusica, getiteld Sranang. Max Nijman, je bent momenteel wel bezig met een... hij is eigenlijk al een tijdje uit, hè, die nieuwe productie van je, die je samen met, uiteraard weer met Stan Lockin gedaan hebt. Eximpri Fu Bronchi. Wat ik al zei over jouw teksten en zo. Hè? Ik heb, voordat ik je uitnodigde voor dit programma Comusica, heb ik me natuurlijk weer een beetje verdiept in de persoon Max Nijman, wat hij gedaan heeft en dergelijke. Ik heb ook aangegeven van, ja, ik kende Max eigenlijk al lang. Want
ja, op feestjes en dergelijke, er waren altijd wel platen bij van Max Nijman. En over het algemeen, ook collega's van jou trouwens, zijn over het algemeen heel lovend over hetgeen wat je doet ook, hè. En zeg ook, je bent echt een man met soul, wat dat aangaat. Die nieuwe plaat van jou ook, die is qua tekst, met name het nummer Eximpri Fubronci. Heb je qua tekst weer een bedoeling mee, hè? Misschien wil je daar wat over uitleggen. Ja, ja. Het is altijd mijn streven geweest en is nu nog. Dat als ik een lied schrijf, iets doe, dat het inhoudelijk goed moet zijn. En zo is het ook met dit nieuwe... Nou ja, nieuw, het is al een paar maanden uit. Maar goed, ik Eximpri Fubronci. Ja, ik heb... twee bloemen, als het ware gepersonifieerd. Hè? En dat is een roos, is enorm bekend bij ons in Suriname, trouwens hier ook natuurlijk, lang bekend overal. Hè? Maar de Fayalobi was niet zo bekend hier. Hè? Nou, en die Fayalobi speelt ook een grote rol in Suriname, onder de Surinaamse bevolking. Hè? Nu is de roos zodanig... gebouwd, hè, van structuur, hè, dat hij dan, ja, prachtig is als je het zo ziet. Hè. En je ruikt het ook. Het heeft een heerlijke geur, geeft het af. Hè. Dat ruik je op ja, meters afstand als je aankomt. Maar dan heb ik het over een roos van Suriname. Hè. Onbespoten roos. Hè. Ja, ja. Echt natuurlijke roos. Ja, en die Fayalobi, dat is een bloem die, ja, je ruikt het niet, maar als je zo'n een stuk zou afplukken, en je stopt het in je mond en dan proef je een hele zoetige sap, hè, mm-hmm, wat eruit komt. Hè. Nou, en dan heb ik dan die rol van die roos gegeven aan een zangeres, in dit geval Ellen Gravenberg. En de rol van de Fayalobi, dat speel ik dan. Ja. Nou, en dan begint zij. Ik heb een soort ruzie gecreëerd tussen die twee bloemen. Hm? Dat zij ja, over haar, dus die roses, lekker ruiken en goed uitzien, prachtig. Daarover loopt ze dan de mee te koop, om zo te zeggen. Hè? Ze jaft hem. Ja, juist, ja, jaffen, juist wordt gebruikt. Ja. En ik als Fayalobi, die dan moet mij verdedigen, om haar te laten weten dat die Fayalobi ook belangrijke dingen heeft. Hè? Dus zo ging het over en weer. Maar totdat wij elkaar op een bepaald punt hebben gevonden, ondanks het feit dat wij kibbelen als bloemen, hè, ja, hebben we toch een punt. Dat is in de vorm van een boeketje. Hè? Hoe prachtig en hoe mooi is het niet? Hè? Verschillende bloemen bij elkaar in een boeketje. Hè? Ze doen iets moois. Ja. Nou, en dan van daaruit ga ik het tweede couplet naar de gedragslijn van de mensen. Dan merk je dat ondanks mensen verschillende rassen te zijn, hier op deze aarde, hè, dat zij toch niet iets goed kunnen doen met elkaar. En als ik dit zeg, dan bedoel ik de hele toestand van Afrika ook. Hè. Een gedeelte van de wereld heeft overvloed, hè, wordt veel weggegooid, hè, en de andere kant sterven ze van de honger. Hè. Dus dat probeer ik zo te demonstreren, hè, in het liedje. Hè, dat men dan lering kan trekken uit die bloemen, wat men zelf plant en begiet. Hè. En toch leert men niet daarin. En dan ketje je dat je samen toch iets moois kunt. All together makes happiness. Right. Oké, okay, we gaan even naar luisteren, Max, van je laatste productie, Eximpri Fubronci. Satesi mi so su cruietesi Os amor a moi futuro ma fai a no via mi grani tu vedo qui Do
pare doamna de strefi. Once e dentro e gnagnan, atrás e oh, de fuangri. Alla dina dei prani vi, dopo de notte che sempre fui, ve lo fui. Programma waarin aandacht wordt besteed aan Caribbean music, soul, blues, jazz en niet te vergeten funk. Comusica, een productie van Anton van Kaam. En dat was Max Nijman, onze gast vanmiddag bij Comusica met zijn laatste productie Eximpri Fu Bronchi. Er staan overigens vier nummers op. Er staat nog een nummer opgetiteld Jaco. Een nummer Krooi en een ander was een Engelstalig lied wat Bless You. Bless You heet. Dankjewel Max. Kijk, toch nog een beetje hulp. With a little help from your friends, you get far enough. Ja. Hè? kortom, het is een hele mooie productie geworden. Wederom met medewerking van Stan Locking. Glenn Gadam ook, ja, hè? Ja, en Mitchell Kalender. Ja? Ja. Misschien kan je wat over de andere muzikanten vertellen. Ja, Mitchell is ook een van de muzikanten waarmee ik altijd samenwerk, ook in studio. En Glenn. En Harold had ik al Beverly aangehaald. Dat, ja. Ja,
ze hebben het nu druk, travassie. Ja. Dus het lukt niet altijd meer. Maar als het enigszins kan, dan is hij bereid om mee te werken. Dat is me trouwens opgevallen. Hè? Ja. Even kort terugkomend op die productie van Midreng. In de videoclip ook zie ik jou samen met Boekroep. Ja, ja, inderdaad. Een stukje duet doen, maar ik wist niet dat die stemmen zo mooi bij elkaar pasten. Nou, heerlijk. Klonk prima, prachtig. Zo. Misschien kunnen we in de toekomst iets doen. Who knows? Ja. Who knows? Max, weet het maar nooit in de showbusiness. Daarom. Maar ja, ik vond het in ieder geval leuk om vanmiddag even een aantal dingen die je in je ruim 30-jarige loopbaan gedaan hebt. Een beetje, want het is nooit genoeg natuurlijk. Nee. Een beetje de revue te laten passeren en toch aan de luisteraars te laten horen. Je zei het zelf, voordat we dit interview begonnen al, van zanger zijn is niet eigenlijk alleen je beroep, je doet ook nog wat anders. Hè? Ja, ja, inderdaad. Je bent elektromonteur. Elektromonteur, en dat doe ik ook heel graag. Ja. Ja. Hoe ben je zo met zingen begonnen eigenlijk? Ja, hoe ik met zingen ben begonnen. Ik was 12 jaar, kan ik maar zeggen, had ik een oude gitaar gevonden met één snaar. En ik had helemaal geen verstand van een instrument. Kan je wel tong laten zo maken? Ja. Ja, wist ik ook niet toen de tijd. Maar in elk geval één snaartje erop. Er kwam geluid uit. Hè? En de rest dacht ik gewoon bijna. En ik begon maar te tokkelen. Hè? En gewoon meezingen. Alles wat in mijn hoofd kwam, zong ik. En, dat was helemaal niks natuurlijk, maar voor mijn doen vond ik het geweldig, vond ik het heerlijk. Nou, en een paar buren die dat hoorden, nou, ze lachten zich kapot, die mensen, hè? Maar ze vonden het toch leuk. Ja. Nou, zodoende ben ik dan verder gaan. Later hadden we een mondharmonica bandje opgericht en we speelden alleen maar Latijns-Amerikaans merengues en zo. Ondanks het feit dat ik geen woord Spaans verstond. Hè? Maar we componeerden zelfs onze liederen. Hè? Dus je kan nagaan wat er dan gebeurde toen de tijd. Nou, ja. We hebben wel ontzettend lol gehad. Nou, zo is het dan. En zo is het ook gebleven. En zo ging het ook verder. Ja. Zo is het ook gebleven tot de dag van vandaag. Franken daar verkoopt hun eigen hout. Maar dat hout dat wil niet branden. Mensen, wat een verdriet. Zit in de winter met een kachel, maar ik heb het toch zo koud. Van dat hout dat wil niet branden. Mensen, wat een verdriet. Onder de brug bij Anke Franken daar verkoopt hun eigen hout. Maar dat hout dat wil niet branden. Mensen, wat een verdriet. Zit in de winter met een kachel, maar ik heb het toch zo koud. Van dat hout dat wil niet branden. Mensen, wat een verdriet. Mensen, wat een verdriet. Anke Franke is een dief. Koop bij Anke Franke niet. Anke Franke is een dief. Koop bij Anke Franke niet. Laat je niet misleiden, vriend. Koop bij Anke Franke niet. Anke Franke thank you.
Franke, een oud-Hollands nummer door Max Nijman in een Surinaams pakje gestoken. Ja. Kortom, Max Nijman, 30 jaar in het vak. Vanmiddag hier te gast geweest bij Comusica. Nou, we hebben een aantal dingen via de revue laten passeren. En het is heel duidelijk een goede lijn in jouw muziek. In die zin, een vaste lijn, laat ik het zo zeggen. Qua tekst goed. Met vaste muzikanten werken, heel belangrijk denk ik ook. En dan creëer je ook een bepaalde sound. En dat, ja. Dat is ook wel uit al je platen gebleken. En ook weer uit de nieuwe productie van Max Nijman. Eximpli Fu Bromchi. En voor zover het interview met Max Nijman en de muziek van Max Nijman. Het blijft een geweldige zanger en geweldige componist. En ik hoop dat u in ieder geval van dit eerste deel van Comusica genoten heeft. Stay tuned. Na 3 uur zijn we weer met het tweede deel van Comusica. Comusica, een productie van Anton van Kaam voor SCK Radio. Met dank aan de grammofoonplatenzaak uit Amsterdam Zuidoost. Wilt u reageren? Schrijf dan naar postbus 90436. Postbus 90436 1006 BK in Amsterdam.